Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. En vandaag zijn we hier weer. De vorige video waar ik ging kijken naar de audities van K3, ja, die deed het vrij goed. Omdat zij natuurlijk mijn plek hebben ingepikt. Wat echt f***ing triest is, want ja, het is gewoon echt heel triest. Er kwamen toen mensen tegen waarvan ik dacht van, luister, ik had daar moeten staan. Want ik ben het nieuwe talent van K3, maar helaas. Gertje, u ziet hier wat u mist in K3. Had, ja, Studio 100 geen vertrouwen in mij en wilde zij niet dat ik er kan staan. Wie wel trouwens vertrouwen in mij hebben, een heel leuk verhaal, is AirUp. Ja. Ik heb vandaag de Face for Ace AirUp fles. Ja, met de mandarijnsmaak, wat trouwens tangerine is in het, weet ik veel. Het zal wel Engels zijn. Mensen, erg lekker. Wat moest ik ook weer zeggen? Ze hadden een soort van, ineens heeft AirUp ineens dat je dingen moet zeggen. Ze leggen de focus op smaak en gebruiksmomenten. De smaak is goed. Voor de mensen die nog niet weten. AirUp werkt heel makkelijk. Je hebt een fles, je drinkt water. Je doet er een pot op, dat geeft smaak. Maar het is smaak door geur. Je drinkt gewoon water, maar je ruikt het. Waardoor het lijkt alsof je iets heel lekkers drinkt. Zoals mandarijn. Ja, want wie drinkt er nou geen mandarijn? Iedereen houdt van mandarijnen drinken. Nou, en dus de smaak is erg goed. En het gebruiksmoment. Nou, ik ben heel boos. Want ik zit niet bij K3. En dan drink ik dit en ben ik weer helemaal kalm. Ben je heel boos? Perfect gebruiksmoment voor AirUp. Nou, ik denk dat ze dit wel goed vinden. Link in de beschrijving naar AirUp. Shout out aan jullie. Kopen! Nou goed, laten we maar gaan kijken. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker. Er zijn dus nieuwe audities. Ik ben benieuwd. De vorige keer was het heel veel slecht. Hopelijk nu een paar betere. Hierbovenin zitten dus de mensen van de vorige keer. Ik weet dus nu hoe het werkt. Ja, ik heb allemaal comments gekregen van mensen die dus blijkbaar oprecht kijken het programma. Ja, hoe triest is dat? Nou goed. Gordon en die chick, die zien de persoon. Zien de, zeg maar, skills, dansen en zo, bla bla. Maar die horen niks. En de twee anderen, die twee vrouwen, die horen de muziek, maar die zien diegene niet. Als ze allebei drukken op oké, zeg maar, als de ene dus vindt dat het goed klinkt, de andere vindt dat het te leuk uitziet, dan gaan die omhoog en dan zijn ze, zeg maar, door. En door middel van punten van de jury komen ze op een van die 10 stoelen te zitten. Uiteindelijk gaan er dus 10 naar, naar dan de live shows, denk ik. Laten we maar gaan kijken. We gaan kijken naar Charizard Davi. Let's go. Hallo. Oh, dat is echt een kind. Ik ben Charizard. Ik ben 20 jaar. 20? Is zij 20? Ik zou je zo toch zo op de ballenbak halen. Ik That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. Oh mijn god, dit is de eerste die ik aanklik. Gewoon legit. Ik heb er niet eens over nagedacht. Nou, ik weet echt zielig. Ik kan hier echt niet om lachen. Maar het is toch wel gewoon vrij fat. Face van Hees, neem nog even een slokkie. Face van Hees. Wat is die smaak van AirUp lekker en het gebruiksmoment ook fantastisch. Want ik hoor jouw lieve stem. En weet dat jij het bent. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Nou, ik kan me niet voor dat zij doorgaat. Even doorspoelen. Nee. Oh, even kijken waarom ze het verdienen. Daar ben ik gewoon benieuwd waarom ze het verdienen. Daar ben ik gewoon benieuwd. Oh, het gaat weg. Ik heb nog niks gezegd. Missen is niet zo erg. Maar dan zo... Daarna is er wel heel veel. Oh. Ze zijn wel hard, hè, die overzang. Die zijn niet aardig. Dat is echt wel hard. Kijk, als ik mee zou doen, ik zou niet choken, hoor. Ik zeg je eerlijk. Nou, Anke Verhoeven, een lekkere Nederlandse vrouw, neem ik aan. Hup, Holland, hup! Hallo allemaal! Een Belg. Oh, het is ongelofelijk. Elke tattoo of vind je een oorbel al taboe. Ik vind dit leuk, Gordon. Dat is gewoon druk. Doe het. Mijn zij heb je. Stel, ik had hier echt gestaan, mensen. Dat was toch fucking fantastisch geweest. Holy shit, ouwe. Trouwens, ze hebben nooit meer gereageerd op mijn bericht dat ik Mega Mini wilde worden. Op mijn Mega Mini auditie hebben ze gewoon nooit gereageerd. Dat is helemaal triest. Ik heb een klein vermoeden dat ze niet zo heel goed is. Nee, ik vind het ook niks. Gaat ze door? Laat het niemand nog vergeten, laat de hele wereld weten wij zijn niet normaal! Hey man, eng rapstukje aan het eind. Maar ook niet door dus, of wel? Nee, ah wel! Oh, ze is wel door. Nou, gefeliciteerd. Een Nederlander! Joke! Is het nou weer een Belgisch? Hallo iedereen! Ik ben Joke, ik ben 23 jaar. Hey, wat is dit voor discriminatie, man? Jongens. Ja, vandaag het liedje Jij bent mooi voor jullie zingen, omdat ik vind dat iedereen zo'n mooie boodschap elke dag wel mag horen. Nou, dat is lief. Shoutout Joke. En een liedje dat je blij maakt, als je ooit de weg eens kwijtraakt. En je goede bui het werk zaakt. Eyo. Alles is wit. Benen zijn wit, gezicht is wit, jurk wit, witte gimpen. Ja, ik hoorde wel een mooi pik voor zijn programma zeker. Eerste gast, let's go! Hallo allemaal! Een Nederlander, yes! Ik ben fan! Woe! Dat is toch veel te klein, schat.
Heel leuk jasje, als het je maat is dan. We gaan er één... Het is wel een klein jasje, ja, dat klopt. Ja. En we klappen in onze handen. Maar dit is gewoon een volkszanger. Wie heeft er altijd een glimlach voor je klaar? Knijpt in je wangen, voelt lekker door je haar. Woo! Wie geeft je vleugels, laat je vliegen door de lucht? Het is wel een lieve. Ga je weer beginnen? Ja. Dat jasje is echt, ik denk, 3 maten te klein. Ik zou dat nooit aandoen. Ik zou me heel ongemakkelijk voelen. Dat komt. Ja, ja. Nee. Oh. Oeh, we gaan bestormen. Houd jij staan. Net als in een meer. Ja, ze heeft kleren aan voor de vibra. Jongen, jongen, dat kan toch niet? Wat een gast. That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. Alle jongens, alle meiden samen op een rij. De bandieten en de dieven zijn er. Doet er niks, niks, niks. De, of die van Rob. Bij de politie. Nou ja, vlieg lekker op. Meryl van der Heijden, de drie biertjes. Ik ben groot fan, de drie biertjes. Daar komt ie. Ja, hallo allemaal. Je moet nooit roze aantrekken met rood haar. Nou, mijn naam is Meryl. Je mag dus nooit roze aantrekken met rood haar. Als iemand deze limited edition Bangsters merch nog wel overkopen van mij, laat het even weten in de comments. Want ik mag het dus van Gordon helaas niet meer aan. Nou goed, weet ik dat ook weer. Dankjewel, Gordon. Ik ben 21 jaar en ik ben hier vandaag naartoe gekomen om met jullie een feestje te bouwen. Feestje te bouwen? Hé, hey, Brabant, lekker feestje bouwen. Ik heb wel heel swingend K3 nummer, namelijk dat van de drie biggetjes. Oh, ik vind dat echt irritant. Oh, hij vindt dat leuk? Ja, ik vind het irritant. Zag je ooit al zo'n wonder? Zoveel beest. Hallo, ik ben Luca Diaz, ik ben 21 jaar en ik ga vandaag zingen Oya Lele. Wat een hij praat precies hetzelfde als Veurtje, ouwe, geen grap. Hoi, wat een zieke moed van Luca Diaz. Oya Lele. Ik voel me plots weer zo, oh ja, lele. Doe het nog één keer zo. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Stiekem een zoen. Oh yeah, oh ja, lele. Hey, dat is autotune. Stiekem een zoen. Oh yeah. Bro, ik zweer het je, dit is autotune. Oh ja, lele. Niemand die merkt wat we doen. Ze zit gewoon koud als ik aan het doen. Nee, dat had ik wel kunnen staan, ja. Hé, hey, wat zie ik daar maar aanbevolen? Ja, 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 ja. Ik ben eigenlijk niet zo'n grote fan van Ingeborg. Maar die hoort me toch niet. En hij vertelt iets grappigs. Ja, het publiek lacht. Ja, 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 ja. Yes, goed stil, man. Woe! Ja, 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 ja. Mensen, ik ben groot fan van Guus. Zijn jullie nou groot fan van mij? Laat dan een duimpje omhoog achter en abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende video. Dikke esso naar jullie. De groeten. Kijk eens hoe ik draai, draai, draai. Mijn leven net een film. Leven net een film. Ik heb geen time, time, time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai.